Hallo en welkom bij Speelgoedservice. Vandaag zijn wij op bezoek bij Speelrijk in Apeldoorn. Een prachtig evenement waarbij ze theater en spelen hebben gecombineerd. En als er gespeeld wordt, dan is Speelgoedservice erbij. Gaat u mee? Zoals u kunt zien is Speelrijk een heel veelzijdig evenement en is leuk voor grote en kleine kinderen. De kinderen vermaken zich er de hele dag door naast het bezoeken van een theatervoorstelling vooral ook actief deel te nemen en te spelen. We zijn inmiddels aangekomen op het middenterrein van Speelrijk. We zien het, leuk, druk bezocht, leuke mensen. En we staan even met een van de mensen van de organisatie, meneer Sven Rauhorst. Sven, wat zijn je indrukken tot nu toe? Hartstikke leuk, gezellig, gezellig druk. Kato wordt goed bezocht. We hebben een aantal hele leuke merken, speelgoedmerken die hier met name uitsteken zijn. Met name op het moment Chuckington, Quissetti, Knex is heel leuk. En we hebben ook echt een bioscoopje van Jochems Theater. Nou, klinkt allemaal ontzettend leuk. Wat jou betreft, Sinterklaas is al geweest, zie ik. Theater is al geweest. De mensen moeten gewoon volgende week weer komen. Allemaal, volgend weekend nog steeds. 22, 23 november hier in Apeldoorn. Speelrijk draait het dus vooral om beleven en is er altijd wel wat te doen. We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en bedanken u voor het kijken. Daarom graag tot de volgende keer bij Speelgoedservice.